Zo moet het dus niet. Meer groen en minder grijs is een van de meest zichtbare dingen die je kan doen om je aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Ik onderzoek wat mensen motiveert om een stapje in de goede richting te zetten. Want het veranderende klimaat is nu al een steeds belangrijker deel van ons leven. Het klimaat in Nederland verandert. Het wordt steeds warmer en we krijgen te maken met zwaardere neerslag. Tegels houden die warmte vast en zorgen er ook voor dat overtollig regenwater niet makkelijk kan wegstromen. En dit zorgt ervoor dat je meer overlast krijgt. Verstening in tuinen tegengaan is een belangrijke opgave voor gemeenten in Nederland. Die willen graag zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. En dit noemen we klimaatadaptatie. Klimaatadaptatie betekent je aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Denk bijvoorbeeld aan de stijgende zeespiegel. We zullen onze dijken moeten verhogen om dat bij te benen. Maar klimaatverandering heeft ook allerlei andere gevolgen, zoals meer hitte en meer zware neerslag. En er zijn allerlei dingen die jij zelf kan doen om je aan te passen aan dat soort gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan een groene tuin, een groen dak of een regenton. Maar er zijn nog niet zoveel mensen in Nederland die bijvoorbeeld een groen dak hebben of een regenton. En ik onderzoek wat nou mensen motiveert om dat soort maatregelen te nemen. Wij onderzoeken dit door middel van vragenlijsten. Dus we stellen eigenlijk heel veel mensen vragen over welke maatregelen heb je eigenlijk allemaal genomen en wat heeft je nou gemotiveerd om dat te doen. Daarnaast bestaan er eigenlijk al heel veel studies in psychologie die gekeken hebben wat motiveert mensen nou bijvoorbeeld om zich aan te passen aan overstromingen of hittegolven. En we nemen al die onderzoeksresultaten bij elkaar en daaruit trekken we ook conclusies die ons kunnen helpen om beter te begrijpen wat motiveert mensen nou om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Ja, het heeft mijn blik op de wereld veranderd. Voornamelijk omdat ik nu heel veel verschillende losse thema's eigenlijk als onderdeel zie van het overkoepelende thema klimaatverandering. Zelfs iets zoals bijvoorbeeld de ziekte van Lyme is eigenlijk een klimaatrisico, omdat teken actiever en vaker voorkomen als het klimaat warmer wordt. Ik denk dat in de toekomst mensen steeds meer dingen in de context van het klimaat zullen zien. En zullen merken dat eigenlijk het klimaat overal in hun leven terugkomt. En dit zullen we ook in ons beleid moeten doorvoeren. We moeten klimaat eigenlijk bij alle belangrijke opgaven meenemen.